Tot 84 kilogram. Uit de blauwe hoek komt de Rotterdam. Represent Rootless MMA. 21 jaar. Give it up voor Bastiaan de Hoge. En de tegenstander uit de rode hoek komt uit België. Represent Team Negimbi. Give it up voor Hamid Reza Sanem. Ja, Rootless hebben een drukke avond. Ja, en hele drukke avond. Ook de mainpartij natuurlijk. Ja. Dus ik ben benieuwd. Een hoop druk om deze jongen. Ja. Zeker omdat zijn tegenstander weet nu dat die blauwe man BJ is. Ja. Staat onverduidelijk op zijn borst getatoeëerd. Oh! Een high kick en die zat erop. Scramble. En Hamid Reza blijft bovenop. Oh, moet denken op zijn arm. Hij moet denken om. Oh, die triangle die zit. Ja, niet, maar. Nee, zit niet. Misschien als hij hem daarop pakt, heeft hij misschien na deze partij al paars. Kan hij weer een kleurtje erbij? Ja. En Bastiaan probeert de kooi te gebruiken om weer op te gaan staan. En dat lukt hem. Hij wordt gelijk weer naar de grond getrokken door Hamid Reza. Kijk, en Hamid Reza heeft zijn hoofd opgevangen. Nou niet meer, maar dan is het lastiger om in je tegenstander te draaien om voor de underhook te gaan. Goed pressure Hamid. Dus Bastiaan heeft wel de underhook aan de goede kant om eruit te komen. Rest. Kijk, dit was energie. En weer een takedown van Hamid Reza. Een behoorlijke
pittige takedown. Ja. Ja, dan komt er dat Bastiaan staat goed op iedere keer. Maar zodra hij opstaat... Geeft hij veel ruimte. Ja, hij staat te hoog, terecht. Ja. En dan geef je eigenlijk je benen weer weg. Dus hij is wel echt gevecht. Dus. Niet blijven liggen, niet blijven knuffelen. Oeh, dat is een snelle stand-up. Dat vind ik niet terecht. Nou, Mitreja staat in een dominante positie. Oh, zijn knie. Er gebeurt iets. Hij blast in zijn been. Ja, volgens mij stapt hij niet verkeerd of zo. Nou, ik denk dat hij op zijn elleboog trapt. Oké. Okay. Ik denk dat hij voor zijn elleboog trapt. Ja. Maar we kunnen ik heb hem niet gezien. Hamid Reza houdt goed druk, hij houdt die heupen goed laag. En er gebeurt iets. Hij gaf een kopstoot. Ja? Volgens mij wel. Ik heb hem niet gezien, maar goed, we gaan het horen. Wegens zijn kniebesluren. Winnaar Hamid Reza Sarem. De rode hoek. Nee, geen blessure.